Beekbergen, een dorp op de Veluwe, waar buiten het toeristenseizoen absoluut niets te beleven valt. En die toeristen die komen natuurlijk niet voor Beekbergen. Ze komen in de zomer voor de schitterende omgeving of voor de museumspoorlijn. Vlak bij Beekbergen ligt Woestehoeve, lang geleden een dorpje, maar nu een gedenkplek. Op deze plek vond een aanslag op de SS-brigadevuurder Rauter plaats. Een bloedige represaille volgde, die 300 verzetstrijders het leven kostte. Reden om even in eerbied stil te staan bij dit monument. Op de Veluwe vinden wij veel campings, van luxe vakantieparken tot boeren- en minicampings. Eén daarvan is de camping Lierenholt, met een mooie entree en een goed restaurant. Ik zou deze camping willen omschrijven als een vriendelijke camping. In het voor- en na-seizoen komen veel caravan- en camperclubs naar Lierderholt om van daaruit de vele bezienswaardigheden die de Veluwe rijk is te bezoeken. Vanaf het kampeerterrein heb je rechtstreeks toegang tot de bossen die de camping omringen. Het enige wat je hoeft te doen is het hek te openen. Wilde zwijnen zijn niet welkom op de camping. Honden wel.